Met de regelmate van de klok brengt Windows 10 nieuwe updates uit. Eén daarvan heeft gevolgen op de browser Edge. U ziet hier de URL van Rechtbank het Tribunaal. Ik ga deze kopiëren. Ctrl-C. Ik ga deze overzetten in Word. Klik op plakken. En u ziet dat eigenlijk de titel van de website wordt weergegeven. Wanneer u met de muis daarover gaat, dan ziet u de werkelijke URL verschijnen. https://www.rechtbanketribunaal.be en zo verder. Indien u niet wenst dat de titel wordt weergegeven van de website, maar wel de eigenlijke URL, gaat u als volgt te werk. Ga naar Windows Edge. Klik hier op de drie puntjes. Klik op instellingen. Klik op deleten, kopiëren en plakken. En kies hier voor tekst zonder opmaak. U sluit dit. Ik ga nu terug naar www.rechtbanketribunaal. Ik ga het opnieuw kopiëren, Ctrl-C. Ik ga naar Word. Ik plaats me hier. Ik ga plakken. En nu ziet u dat u de werkelijke URL wordt teruggegeven. Wanneer u dit opnieuw wenst te herstellen, gaat u op de omgekeerde manier te werken. Namelijk, u gaat hier naar Windows Edge. De drie puntjes. Klik op instellingen. Klik op delen, kopiëren en plakken en dan klikt u hier opnieuw op koppeling.